En het fluitsignaal klinkt. Wedstrijd is begonnen tussen DVS 33 en RKAV Volendam. Eerste misschien wel gevaarlijke moment. Runderkamp. Weggekopt. Ja. Het eerste gevaar. Op de lat. Jammer, jammer. Is op zich een mooie actie. Stef Nijland. Knappe voorzet. En! Nee, kennelijk. Tjonge jonge, daar komt DVS wel heel goed weg. Eerst al een bal op de lat. Nu dan de onderkant lat. Rick van Nuenen. Vallejhorst. Baas. Lange bal. Romeon. 1-1, schreeuwt Patrick Loenen. Inderdaad. Daar kan hij wel een poepie van. Nou, mooie combinatie. Ik zei net, DVS komt nauwelijks aan combineren toe. Maar dit was dus gewoon weer een goede actie. Groot op het middenveld. Het kan heel makkelijk gespeeld worden. Scheidsrechter, was dat geen overtreding ten opzichte van Sam de Wit? Nou, hij laat doorspelen. Rick. Dat is niet helemaal slim. Hij pakte de bal in zijn handen, net buiten het strafschopgebied. En dat betekent natuurlijk gewoon een vrije trap. Hoopvol voor Volendam. Kijk, dat is slim, hè? Wat een fantastisch uitgespeelde vrije trap. Heel erg mooi. Ik denk dat Pieter Kroon uiteindelijk scoorde. Maar dit is wel heel slim. Romeon. Prachtige paas. Romeon, nee. Net niet. Prima gespeeld, DVS. Owen Müller daar aan de rechterkant. En aan de linkerkant Roland Baas, schiet maar gewoon een keer. Recht op de keeper. Stef Nijland. Het rustsignaal heeft geklonken. 0-1 is de achterstand van DVS 33. Tot zometeen. Nou, Stef Nijland. Stef. Oeh, was een aardige poging. DVS blijft in balbezit. Oeh, dat paasje. Net niet goed genoeg. Daardoor ruimte. Volendam. Gaan ze de wedstrijd beslissen? Ja hoor. Zo eenvoudig doen ze dat. 0-2. Beers. Jim Beers. Slap balletje van Hilal Ben Moussa. Dat zag ik hem in de voorbereiding in Nijkerk ook doen. Een ongelofelijke grote kans weer voor Benjamin Romeon. Naar een misverstand in de verdediging bij Volendam. Komt die bal. En een doelpunt. 0-3. Zo eenvoudig is dat. Van tijd tot tijd scoren. Levert uiteindelijk de winst op voor Volendam. Veerman was degene die de bal erin kopte. 0
3. Frank Olijven, Maarten van Dijk. Sam de Wit. Maarten. Prachtig paasje. Maar ook de keeper staat er als het moet. Oh, dat is een foutje van Beers. Een van de weinige foutjes. Weer net niet. En de scheidsrechter maakt er een eind aan. Iedereen zo snel mogelijk naar binnen. 0-3, nederlaag tegen Volendam. Volkomen verdiend voor Volendam. Jammer om het mee te maken, maar het zij zo. Patrick, regelmatige 0-3 nederlaag tegen Volendam. Eerste helft leek het er nog wel op. Laten we even de zaak in twee helften verdelen. Eerste helft. Nou, ik vond de eerste 10 minuten echt... Kijk, laat ik voorhand zeggen dat het helemaal geen onwil is. Als ik naar die ploeg kijk, ook afgelopen weken en ook vandaag... ken ik gewoon dat het helemaal geen onwil is. Maar de eerste 10 minuten leveren we bij de tegenstander zomaar 4 keer de bal in. Kwamen we al een keer goed weg met die bal op de lat. Was ook zo'n moment, dat we onschakelen moment. En dan de 1-0. Ja, gaat Rick gewoon de fout in. Daarvoor ontstaat die situatie. Kom 1-0 achter. Met de wetenschap dat we al niet zo makkelijk scoren. Dus heb je eigenlijk de eerste 10 minuten heb je al in een situatie gemanoeuvreerd. Niet eens bewust. Ja, dan dat helpt natuurlijk niet. Dat doen we niet goed. En daarna pakken we het op. Denk een fase dat we heel goed spelen. Creëren ook wat momenten. Ben je met 1-1 op de keeper? Nog een keer richting de keeper. Denk dat hij misschien het contactmoment moet zoeken voor een penalty. Machano schiet een geweldige bal binnen. Die pakt de keeper. En vervolgens... dan is er nog niet zoveel aan de hand. Gaan we naar de tweede helft. Ik zeg nog... Doe nou logische dingen. Zorg niet dat je snel in een omschakelmoment komt. Nou, die tweede... leveren we zo in. Hilal levert hem zo in. Dieptebal, breedtebal, doelpunt. Te slap balletje. Ja, wat voor bal het was het. Maar dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Dat is geen niveau. En dan staat het 2-0. Nou, dan word je geholpen. Krijgen we een kinkendootje. Hup, keep, bal over de keeper heen. Leeg doel. Maken we ook niet. Volgens mij hebben we nog 2 keer voor de keeper gestaan. Ja, cornerbal. Ja, zeg het maar. Niet tegenaan te coachen. Nee, maar ook de complimenten voor Volendam. Die gewoon goed gebruik maakt van de fouten van DVS. Serieus? Ja, daar hebben ze gebruik van gemaakt, ja. Maar ja. Het is ook moeilijk om die cadeautjes niet uit te pakken. Nou, wij hebben er moeite mee om ze uit te pakken. Maar ja, dus, dat heeft toch... Goeie ploeg. Maar kom nou, we moeten zo... We gaan ze toch niet alle credits ervoor geven. Kijk wat we doen. We leveren zo 2 fouten van de keeper en we leveren een bal zomaar in. En we missen zelf 500% kansen. Heeft dat dan met scherpte te maken? Kwaliteit. Het is gewoon kwaliteit. Ja. We hebben 9 keer niet gescoord. 9 wedstrijden volgens mij. Uit mijn hoofd. Niet gescoord. Dat kan geen pech zijn. Kan geen toeval zijn. En het is niet dat we geen kansen krijgen. Vandaag hebben we ook weer een zeker 5 gehad. Maar is het ongeveer bijna dezelfde spelersgroep als vorig seizoen? Maar ze brengen het dit seizoen niet. Hoe komt dat dan? Dat weet ik toch niet. Ik was vorig jaar geen trainer. Maar jij ziet toch elke wedstrijd, Piet? Ik kan die bal er niet in schieten. Als trainer faciliteer je in speelwijze dat je zo goed mogelijk verdedigt en zo goed mogelijk aanvalt. En met verdedigen als doel weinig weggeven. En aanvallen natuurlijk om kansen te creëren. We geven over het algemeen weinig weg. Maar ja, dit hebben we weggegeven. Vorige week gaf je niks weg. En we creëren vandaag gewoon weer kansen. Nou, ik kan ze er niet in schieten, Piet. Precies. Conclusie? Repeterend verhaal. Van vorige week speel je een hele goede wedstrijd. Kijk, ik vind wel, we hebben een periode gehad dat we echt wel...
Dat we niet thuis gaven. Ik vind die willen ze er echt wel. Ik zie dat aan die jongen, die balen hier ook van. Maar als dit structureel herhaaldelijk gebeurt, dan sta je natuurlijk op een plek waar je niet via lul staat. Daar kom je niet zomaar. Als je 9 keer niet scoort uit mijn hoofd, ik kan er 1 naast zitten. Ja, dan je moet scoren om te winnen. Want stel voor dat we nou wel geweldig verdedigd hadden. Had 0-0 geworden. Ja, we scoren gewoon niet. Volgende week uit naar Genemuiden. Ook geen gemakkelijke tegenstander. Nee, maar dat staat er los van. Je moet zorgen dat je weinig weggeeft en kansen creëert. Die moet je erin schieten. Ja, jij gaat iedere week kijken, Piet. Hoeveel kansen krijgen we iedere week? Wat voor kansen missen wij? Ja, weet je, ik kan er nog 100 keer zeggen. Ik neem ze niet eens kwalijk. Het is gewoon kwaliteit.